Alright jongens, ik ga vandaag in deze hitte een potje Call of Duty spelen. Ik weet dat het niet heel erg verstandig is om te gaan doen, maar ik wil toch een potje Call of Duty gaan spelen, omdat ik een aantal dagen geleden weer Call of Duty heb geüpload. Dus wij gaan vandaag gewoon proberen een chill potje neer te zetten. Ik speel met de VMP, met daarop de quick roll, stomp en de grip attachment. En wij gaan gewoon kijken of wij dus een chill potje kunnen gaan neerzetten in TDM. Ja, het is op dit moment denk ik 35 graden in mijn kamer of zo. Dus als je mijn hoofd een beetje ziet zweten, sorry daarvoor. Ik zou gewoon proberen als volgende video, misschien wel buiten de video op te nemen. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar in ieder geval geniet van de dag. Van deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. Abonneer voor meer. En laten we gaan. Alright jongens. Het is tijd om in dit warme weer een heerlijk potje Call of Duty te spelen. Maar ik heb mijn ventilator weer links aanstaan. Dus als je iets van ruis hoort, kan dat het zijn. Ik heb het geloof ik als het goed is zo goed mogelijk weggeprobeerd te krijgen met mijn edit software. Maar in ieder geval. Wij gaan daar een potje TDM spelen. Op de map Aquarium met mijn VMP. En op mijn VMP heb ik quick roll, stok en extended max staan geloof ik. Ik heb geen idee als ik eerlijk ben. Omdat ik heel lang niet met de VMP heb gespeeld. Maar dat maakt niet uit. Spelen met de UAV, counter UAV. En de hater natuurlijk gewoon. Zodat wij de enemies kunnen blokken als zij een UAV hebben. Dus ze kunnen zien op de map. Oh, en dan zat hij daar rechts van me. Ik werd een beetje omsingeld. Maar dat maakt verder niet echt uit jongens. We gaan gewoon proberen een chill potje neer te zetten. Ik speel met de kinetic armor specialist ook. En daar had ik echt gewoon helemaal niks aan op dat moment. Want ik heb nog geen kinetic armor natuurlijk. Maar ja. We gaan gewoon kijken of we in deze warmte nog een chill potje kunnen gaan neerzetten überhaupt. Het is echt opeens niet normaal heet jongens. Echt waar. Dus let goed op. Drink genoeg. Dat kan ik als enige als tip aan jullie meegeven in ieder geval. Ik ben op dit moment aan het opnemen met mijn nieuwe camera. Ik had deze camera natuurlijk al. Maar hij doet het in ieder geval weer gelukkig. Dus ik ben er super blij mee. Thanks teammate in onze rug. Yes. En een andere rug ook. Kom maar. Zo, er komt er nog één. Oh nee, ik ben hem kwijt. Oh, dat is zo slecht. Oh, als dat gebeurt, dan ben je echt gewoon screwed. Dan ben je ook gewoon echt screwed. Want dan ben je, als je dan een enemy kwijt bent, dan ben je hem gewoon kwijt en dan killt hij waarschijnlijk. Hij komt denk ik via dit kamertje. Nee, dat komt hij niet. Waarom halen de enemies alleen maar UAV's, jongens? Wat is dit? Teammates, wat zijn we aan het doen? Dat is niet oké. Kom op. Dit mag niet gebeuren. Zo. Dan was ik eens mijn kinetic armor kwijt en ik ben gewoon dood. Ik ga 7 om 5 jongens. Echt mijn aim is ver te zoeken vandaag. Maar ja, dat maakt niet uit jongens. Black Ops 3 is gewoon zo wat aan het einde van zijn latijn denk ik ook. Als ik eerlijk ben. Yo, als ik word gekild door een Ferro, ga ik echt niet blij zijn. En dan word ik door... Wat? Wat zijn mijn teammates aan het doen jongens? Dit is echt niet meer leuk. Mijn teammates zijn zo... Wat doe je man? Kijk mijn teammates dudes. Oh my god, waarom heb ik dit jongens? Hoe kan dit mij toch steeds gebeuren? Ja, ze hebben een raid. Echt jongen. Teammates, kan er ook eens een keer normale matchmaking gemaakt worden in Call of Duty of niet? Bestaat dat niet meer? Die raid gaat natuurlijk achter mij dan, omdat ik op eerste plek sta. Dus ik moet gewoon binnen gaan zitten. Dat is echt shit. Kom aan man. Oké, snel een plek verschillen. Ja, dit is echt onmogelijk om tegen dit nu wat te gaan doen. Kijk mijn teammates even jongens. Ach, ach, ach. We worden gewoon echt gerekt. Ja, en dan vliegt hij in zijn tellen. Oeh. We gaan gerekt worden jongens, maar dat maakt mij niet heel veel uit hoor. Als hun besef dat hun, als dit Nederlanders zijn hè. Besef wat ze doen met warm weer. Ik snap überhaupt niet dat je met dit weer kan gamen hoor. Kijk, ik moet het doen gewoon om een video te maken. Ik kan ook een andere video maken. Maar ik had gewoon zin, omdat ik al zoveel van die echte shit dingen doe. Om gewoon weer eens een keer potje kop te doen. Maar goed, als dat blijkbaar dus ook niet kan. Dan ja, hou ik daar weer snel op, weet je. Maar goed, ik kan er verder ook niks heel veel aan doen. Kijk, we worden gepurifierd, we worden echt, het is echt ongelooflijk. Ik ga denk ik nog negatief eindigen ook. Ze hebben weer een UAV'tje in de lucht. Ze kunnen mij weer zien. Daar heb ik een war machine wel eventjes mooi dood gemaakt. Kinetic armor is aan. Hij heeft ook kinetic armor. Weg hier. En dan komt er een purifier naar binnen. Echt alles wat je tegen je kan krijgen in dit potje, krijg je ook legit tegen je. Dat is het gewoon. Je krijgt alles tegen je wat je tegen je kan krijgen in dit potje. Ah, het is wel leuk. Ik ben gewoon als enige negatief aan het gaan. Ze hebben weer een nieuwe raid. Nou, succes. Maak het potje snel af, jongens. Het is niet zo moeilijk met als je 10.000 enemies tegelijk aan het killen bent. We hebben een hellstormpie. Kom maar door dan. Yes. Ik check de hele tijd mijn rug. Ik blijf gewoon hier een beetje campen. Ik zag hem daar wel staan hoor. Push maar. Kom maar. Oh nee, deze timing weer. Ik heb wel een UAV. Dat is positief. Ik heb een UAV gehaald, jongens. Zo, jij bent eventjes geoutgunt. Jij kon eventjes niks. Ik hoop dat ik niet onder water kan geraakt worden door zo'n raid. Je rug, vriend. Oh, en dan kan een raid me net nog killen voordat ik naar binnen geleid. Oh, 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 oh. Jongen, jongen, jongens. Echt. Eigenlijk hoop ik gewoon dat iemand dit ziet. Ja, dit, zo, wat de fuck zeg ik. Iedereen ziet dit wel. Maar kijk deze matchmaking even, jongens. Dat is echt... Het is gewoon... Ja, wat is dit? Jongens, laat even in de comments achter wat deze matchmaking is. Maak een mooi woord. En het mooiste woord krijgt morgen in de video een shout-out. Beloofd. Jongen, jullie zijn nog zo dom. Dat jullie met z'n tweeën pushen. Echt. Dat kunnen ze dan nog niet eens nadenken. Maar we gaan het gewoon verliezen. En ik heb gewoon goed gespeeld. Kijk eventjes. Eerlijk is eerlijk. Oké, goed gespeeld is ook een groot woord. Maar... Oh, kom op, maak nog maar even 2 kills en zit het erop. Dan is deze lijdensweg voor mij en mijn teammates eruit. Ik ben gewoon nog goed gegaan, dat vind ik nog erger. Hoeveel UAV's hebben ze überhaupt gedropt in dit potje? Ja, oké, ik ben niet de final killcam. Hoppakee, gelukkig! Jongens, positief einde, het zit erop. Mijn enemies zijn gewoon echt heel erg goed. En mijn teammates, ja, ze zijn alweer gekeurd. Het is echt ongelooflijk. Maar ja, in ieder geval mocht je deze video leuk hebben gevonden. Laat dan even je blij duimpje omhoog achter. Help natuurlijk enorm. Abonneer voor meer. En ik ben natuurlijk morgen om 3 uur weer op jullie beeld zijn met een nieuwe video. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blij duimpje omhoog achter. Help natuurlijk enorm. En tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video. Later.